alle ui, augurk en sla mag eraf. Ja, ja, klopt. Oké, en alleen het broodje op het menu. Hoe zei je dat nou? Ja, dat is goed voor je dieet. Hè? Als je dus bij de King bent bijvoorbeeld. Ja. En je wil een burger. Maar dat kan niet. Dat is een dingetje voor. Dus dat kan je niet opeten. Dus dat is goed voor je dieet. Denk ik toch? Dat denk ik wel. Wel, nee, man. Ja, het beslaat, mijn bril. Kom. Ja, maar dat doe je niet goed. Ja, mijn bril gewoon eroverheen. Kijk. Uitademen. Beslaat iets. Oh, nee, man. Ja. Hoe ja. Dankjewel. Dank je, top. Zo, die gaat lekker even bij jouw jas achter. Zegt u mij. Goedenavond, een Big Mac met bacon, zonder groente graag. Zonder groente, dus alle ui, augurk en sla mag eraf. Ja, ja, klopt. Oké, en alleen het broodje of een menu? Alleen het broodje. Ja, verder nog iets? Nee, dankjewel. Wordt het 94, mag u doorrijden. Dankjewel. Alsjeblieft. Sla, ui, geluk mag eraf. Nee, doe het er niet eens op. Ja, maar dat kennen ze niet hier. Een Big Mac dan bestellen, ja? Oh, dat was. Ja, vertel. Zien we nou een Big Mac, hè? Of niet? Nu wel, ja. Nu wel, oh, nu, jetzt. Ah. Zeer goed. Ja, goed, hè? Zeer goed van ze. Ja, dat dacht ik al. Hier, whatever. Toch? Of wat? Geen idee. Ik hou van jou. Waarom had ze geen ahnung? Ik hou gewoon van jou, punt. Houdt ze van mij? Waarom? Liebe die. Ich liebe dich. Das ist ganz egal. Die Bibel weet dus om de snelvlucht uit. Ja, klopt, helemaal correct. 490 alsjeblieft. Kijk, dat is mooi. Ik kan ook helemaal daar erin doen. Yes, stop. Dank je. Dank je. Dank je. Big Mac. Beter zo zonder kapje. Een hele goede avond. Wij hebben het een en ander besteld bij de McDonald's en bij de Burger King. Guillaume en zijn vriendengroep die had bij de Burger King eigenlijk een Big Mac besteld. Wij hebben ze dus een nieuwe naam gegeven, de Big Matta. En de Big Matta. Dus volg je Guillaume nog niet? Hieronder heb je dus zijn link. En nu hebben we dus ook bij de Burger King een burger gehaald. En die hebben wij dus benoemd en aan de Big Mama. Nu gaan wij dus lekker proeven van wat is het lekkerst. Dus ik ben benieuwd. Ik doe het even zo. Hey, die erbij. En een doosje. Ja, en een doosje, ja. Zo, dan gaan we zo meteen even snijden. Sleuk, snijden. En dan eerlijk antwoorden. Lijkt me heel erg handig. Oké. Zo. Even snijden en dan tegelijk eten, want anders is het ook niet leuk. Kijk deze wel. Ja, dat mag. 1, 2, 3. Kom maar. Ook mosterd. Zie nu al. Mosterd. Nee, maakt niet uit. Dan doe ik het zo. Oké.
Haast u? Ja, dan kijken we even naar het verschil qua grootte. Echt een verschil. Nou, ik ga wel even de... Ja. Dit is dus en bij de Big Mac deze. En dit is dus en bij de Burger King. Eens kijken wat een verschil. Heel groot verschil. Want als ik hem nu dus hier gewoon ernaast doe. Dan zie je dus precies dat er nog een klein stukje overblijft. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik heb de tropical, is lekker. En ik ga met de Big Matta beginnen. Droog. Vind ik droog deze. Noem maar een sausje. En van de Big Matta bedoel je? Niet zo heel erg denk ik. De zout dan, hè? Maar ik vind het broodje gewoon heel droog. Van alles. Maar. Smaken verschillen. Mm-hmm. Ja, en ik heb precies hier tegenover heb ik de zon. Reflecteert in de raam. Is handig. Het stond aan die kant. Handig. Alle drie ronden. De oudste, de langste en dan de zus hierachter. Al het brood in, ik zit vol. Ja, ik kan nagaan. Wat vullen ze? Wat vullen ze dan? Ik vind hem niet zo duidelijk. Het zal wel aan de zaal liggen. Maar wacht, ik ga zo meteen kijken, want dit zie je al. Want dit al heel stuk maltig is, naar mijn idee. En servetjes hebben wij niet bij en bij de BK. Nee, wel bij de Mac. En wel dank weer en bij de Mac. Dankjewel, Mac. Heleboel. Servetjes, hoeveel hebben we? Even kijken. Genoeg. 4, dus per twee, per persoon 2. Oké, ik heb al 1 gepakt. Oh, ik nog niet. Nee. Gaan we de McMama beginnen? Wel, ik smakelijk. Niet lekker. Verrassend? Ik vind het wel lekker. Er moet gewoon mosterd en ketchup op zitten, geen hamburger saus. Lekker. Dat is ook iets duurder, maar goed. Nou, dan ga ik het eens even proberen vanzelf. Ja. Zo. Wat een verschil. Er is ook geen bacon op, hè? Nee. Maar de hamburger zelf ook was en was heel droog en dit niet. Zo. Broodjes is gewoon lekkerder, saus is lekkerder. Ook al hou ik zelf niet echt van mosterd, maar die proef ik wel een beetje, maar niet echt overheersend. Productreviews moeten wij gewoon vaker doen. Willen jullie vaker productreviews? Hele goeie. Wat doen we de volgende keer? De Big Papa? Geen idee wat het is, maar... Nee. Dat is lekkerder, hè? Big Mama vind ik lekkerder dan de Big Matta, zeg maar. Ja. Grappig. Ja. Nou, dan kunnen we dus ook wel een echte conclusie uittrekken. Ga niet meer naar de McDonald's, maar ga lekker naar de Burger King. Als je Big Mama wilt dan, hè? En wat hebben we precies besteld? En bij de Burger King?
Double cheeseburger, XXL. Geen akker. Nee. En bij de Mac? Ja. En de Big Mac? Big Mac zonder groenten, zonder sla, zonder agurk en zonder uien. Ja. Dat is de Big Mac beter. Trouwens. Ja. En maar wat is jouw en conclusie? Nou, ik vind de Big Mama lekkerder. Ja, oké, okay, maar... In het algemeen ook. Als je alles even bak op moet tellen, broodje, hamburger, saus. Nou, broodjes lekkerder, hamburgers, ja, die zijn ongeveer hetzelfde. Alleen de Mac had er bacon bij. Dat wil je ook apart vragen natuurlijk. Mm-hmm. Die vond ik niet zo heel denderend, want het is geen echte bacon met de spek. En die hamburgersaus, die vind ik gewoon niet lekker. Maar ik kan ook zeggen, ik wil in plaats van hamburgersaus van mosterd ketchup hebben, dat kan. Bij de Mac. Mm-hmm. Maar als je allebei dus naast elkaar neer moet leggen en je hebt ze allebei nu opgegeten, ja. Voor welke zou je dan sneller nu kiezen? Voor de Big Mama, uiteraard. Maar als je kipnuggets wil, of servetjes, dan kan je beter naar de Mac gaan. Ja, en ik zit vol. Weet niet of jij nog wil? Yummy! Nou, ook even van mij uit. De McDonald's qua broodje is gewoon twee keer, drie keer niks. En bij de Burger King, de Big Mama, een dikke 10. En wat zou ik de McDonald's geven dit? Nee. Zesje. Een 3. Een 3, oké. Okay. Ja, een 3. Ik vond hem gewoon niet lekker. Oké, okay, maar dat zijn dus allebei een soort van langste snelweg. Ja. Of je dat in een stad of in een dorp, McDonald's weer anders is of de King. Ja, dat kan. Kan het andersom zijn, weet je niet. Nee, maar, en maar bij de A13. Onze ervaring. Bij de A13 Burger King en bij de McDonald's. Is de McDonald's bij de A13 niet te hachelen. En de Burger King en bij de A13 is het wel lekker. Toch? Nou. Voor deze specifieke burgers dan. Ja. Nou, wil je nog meer van deze leuke, random, leuke, handige, super, grappige productreviews? Laat hier dan wat even onder weten. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende ronde maar weer. Doei! Doei.